Ondernemer en zakenman John Fentener van Vlissingen richtte in 1975 familiebedrijf BCD Group op. Verrassend was het niet dat John zijn eigen onderneming startte. Ondernemen zit de familie Fentener van Vlissingen namelijk in het bloed. Het grootste familiebedrijf van Nederland, SHV Holdings, is namelijk in handen van deze familie. De BCD Group is een internationaal reisconcern en bestaat uit 3 dochters en 2 joint ventures. Onder leiding van John groeit BCD stevig door. Nog steeds, met regelmatige overnames en nieuwe initiatieven. Zo werden onlangs start-up Get Going en de Zweedse zakenreisspecialist Ticketbiz ingelijfd. Als telg uit een succesvol ondernemersgeslacht is John een fanatiek pleitbezorger van familiebedrijven. Zo is hij de initiatiefnemer van de Familiebedrijven Award. Waarom zijn dit soort bedrijven zo van belang voor de Nederlandse economie? En hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf in de familie blijft? En wat als je eigen kinderen bijvoorbeeld niet willen?